Het feit tussen Anish Giri en Robin van Kampen, twee jonge Nederlandse spelers van dezelfde leeftijd, 18 jaar. En we hebben al meerdere malen tegen elkaar gespeeld. En met name de partij is erg interessant omdat ze elkaar redelijk goed kennen. En Anish is natuurlijk de koploper op dit moment, heeft slechts een halve punt afgestaan in de eerste vijf partijen. Robin doet het ook erg goed, heeft plus 1, 3 uit 5. En opening, dat is vol verder. C4, E6. Paard F3. D5. En Anish kiest ervoor om het Catalaanse te spelen. Een hele populaire opening, momenteel al. Ook in John van der Wielse tijd al. En meerdere malen gespeeld. Met name Kronik is een grote man voor dit systeem. En het is voor zwart heel erg moeilijk om scherp actief spel te krijgen. Het plan van wit is om de loper naar G2 te gaan ontwikkelen en op die manier druk uit te gaan oefenen over de lange diagonaal. En zwart, zoals ik al zei, heeft gewoon problemen om actief snel stukken spel te creëren. En dat, in dat opzicht is ook gewoon een goede keuze van Anish, dat hij gewoon voor een rustige stelling gaat met scherpe positionele kansen voor wit. En vanuit Robin's perspectief is het gewoon lastiger om Anish meteen naar de keel te vliegen. Robin probeert het toch met een scherpe variant. Hij pakt de viool op C4 gelijk. Anish speelt loper G2 en Robin heeft met zijn loper schaken. Al vele malen is dit eerder gezien. Dit doet loper D2 en Robin kiest ervoor om niet zijn loper weg te halen of lopers te ruilen, maar C5 te spelen. En hier kan zwart zelfs overwegen paard C6 spelen, als ik niet vergis. Ik kijk een collega van Marijn van Delft. Ik heb samen een magazine bij Chesswives Openings, een online magazine. We hebben meerdere malen over geschreven, met name ik, maar ik weet niet meer hoe dat precies verder gaat. Misschien dat jij het, Marijn? Nou, alleen jij heeft hierover geschreven. Oké, okay. Excuses, ik ben er even bij, maar dit is een hele scherpe variant. Ik weet niet precies hoe het meer verder gaat. E6. Lopen G2. Paard F6.